Yo mensen, Jiroskin en welkom bij nog een live commentaar hier op Black Ops 2. De vorige gameplay ging echt gewoon top. We hadden een dubbelswarm gehaald op één leven. En dat gaan we natuurlijk proberen nog een keer te doen. We spelen nog steeds met dezelfde class. We spelen ook weer op dezelfde map zoals je kan zien. Want we spelen weer op de map breed. Weer kill confirmed. Maar wie weet kunnen we deze keer weer een swarm halen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet niet of we kaart zullen gaan falen. Maar dat zullen we vanzelf wel zien. Hoop ik in ieder geval dat we niet opeens 10.000 keer doodgaan. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. De andere enemies die zijn weer allemaal doorgerend. Ik zag ze net al lopen, maar ik dacht, nou ja, we rennen wel gewoon door. Mijn team loopt ook achter me aan, dus ik dacht, ik ren gewoon weer door zoals het vorige commentaar ook deden. Mocht je nou het vorige commentaar nog niet hebben gezien, zal ik even een annotatie op het scherm plakken. En ook nog een link in de beschrijving zetten, zodat je hem alsnog kan bekijken. Als je nou gewoon die dokter kan maat gegeven, vrienden, was het veel chiller afgelopen. Maar nu ben ik boos. Kijk, dan ga ik meteen dood, hè. Dat is karma nou. Je jat mijn dokter, ik ga meteen dood. Dus volgende keer moet je mijn doctek niet jatten. Ik vind het zo irritant hè, als mensen mijn doctek jatten. Kijk, het is toch gewoon het nadeel dat je maar 25 punten krijgt in het moment dat ze gewoon jouw doctek pakken. Als het nou ongeveer 50 was dat je minder punten kreeg, dan was het misschien nog wat chill geweest. Maar 25 puntjes maar als mensen je doctek stelen, dat is gewoon eigenlijk te weinig. En iedereen wordt dus altijd gewoon boos op het moment dat mensen je doctek jatten. Ik zelf doe het meestal expres, dan denk ik, oh hij loopt op doctek af. En dan ga ik er ook achteraan rennen en dan pak ze doctek af. Dat doe ik meestal wel gewoon voor de lol. Maar we moeten gewoon die swarm nu proberen te halen, want ik moet niet meer over onderwerpen gaan praten, want dan halen we die swarm niet. Dankjewel voor de UAV teammaat. Ik ken al die teammaten niet, het zijn gewoon weer random mensen, maar dat vind ik altijd wel lekker. Want meestal gebruiken die random mensen wel UAV en meestal gebruiken die mensen die in je party zitten geen UAV. Die denken ook, nou game met Jiroski die haalt wel weer een Orbital V-set en dan kan ik mijn swarm halen. Dus meestal als ik in een party speel hebben ze ook Lodestar en alles aanstaan. Maar ik zelf vind dat echt gewoon scheid irritant, want Lodestars veranderen de spans de hele tijd. De Lodestars die killen zo mensen op een manier waardoor jij geen kills meer kan krijgen. En dat haat ik dus gewoon echt enorm. Die vent kill ik nu 4 keer achter elkaar. Vriend, je moet niet meer op me af proberen te gaan rennen. Want dan kill ik je gewoon nog een keer. Hij heeft een LMG in zijn handen. En ik weet niet wat hij aan het doen is met die LMG. Maar hij doet in ieder geval iets verkeerd. Ik druk 5 keer op mijn shift. Dat is heel erg slim van mij. Want dan krijg ik een plaktoets in mijn beeld te staan. Dan moet ik even teruggaan naar mijn Black Ops. Oké, ik kan weer wat zien jongens. Als je 5 keer op shift drukt op Black Ops 2. Dan activeer je plaktoets. En dan sluit die Black Ops 2 af. Maar we zitten er weer in. We hebben bijna onze Blackbird, dus ik ga even wat voorzichtiger spelen zoals ik altijd doe op het moment dat ik bijna mijn Blackbird heb. Maar dan moet ik dat wel volhouden, even mijn Blackbird inroepen. Kijk eens aan, dan gaat onze Blackbird. Oké, nu voor de dogs, nu voor de swarm. Dan kunnen we misschien 2 live commentaries achter elkaar doen, 2 games achter elkaar doen waar we 2 keer een swarm halen. Dat zou best wel epic zijn. Mijn doctek, jammer jongen, waarom doctek weer jat hè. Deze keer lukt het niet jongen, vorige keer lukt het wel, maar deze keer niet. Het zou best wel epic zijn als we nu weer een swarm kunnen halen, maar ik weet natuurlijk niet of het gaat lukken. Misschien falen we zometeen wel echt keihard op het moment dat ik mijn Blackbird heb en opeens ga ik 20 keer dood ofzo, want dat gebeurt nogal redelijk vaak. Dan denk ik, ja, ik heb mijn Blackbird, nu ga ik er lekker op afrennen en dan denk ik dood. Terwijl je een Blackbird in de lucht hebt. Het gebeurt mij heel vaak, dus ik hoop niet dat het nu gaat gebeuren. Dus ik ga even wat voorzichtiger spelen. Ik ga niet meer zoals een kip zonder kop rondrennen, wat ik eigenlijk al de hele tijd aan het doen was. Ik druk weer 4 keer op mijn shift. Ik kan 1 keer indrukken, activeerde ik weer mijn plaktoetsen, maar dat wou ik nou net niet dat er gebeurde. Michael. Ja, dankjewel. Mijn doctek. Dankjewel. Hey, nee, hij jat hem alsnog. Ik dacht, ik zei mijn doctek. Ja, nu heb ik mijn docs niet gehaald door middel van mijn Blackbird. Nu moet ik het doen zonder mijn Blackbird. Oké, dat gaat nog moeilijk worden. Iemand heeft een stealth chopper. Als jij nou in plaats van die stealth chopper gewoon iets anders... Oké, docs. Snel wegrennen hier. Even rustig gaan spelen nu. Even concentreren, even wat minder praten. Of niet meer over onderwerpen praten. Want dat doe ik meestal in mijn live commentaries. Maar als ik een live commentary doe in bijvoorbeeld Kill Confirm, zoals ik nu aan het doen ben, dan... praat ik meestal niet over bepaalde onderwerpen, omdat ik me dan gewoon moet concentreren. Hoi dog, is jullie rennen opeens de andere kant op. Dat betekent dus dat ze hier gaan spannen. Ik wil even mijn doctek oppakken. Ligt hij er nog? Ja, hij ligt er nog. Dankjewel voor de doctek. We hebben bijna onze nieuwe swarm. Daar gaan we eventjes voor afwachten. Als mijn doggies nou even een kill maken, dan heb ik mijn nieuwe swarm. En dan hebben we gewoon 2 live commentaries achter elkaar een swarm gehaald. Dat is best wel epic. Dus mijn doggies, kom op. Kom op, doggies. Nog een kill, doggies. Kom op. Doctek oppakken. Als die doggies nou even een kill maken terwijl ik hier sta, dan kan ik. Ja, swarm. 2 keer swarm achter elkaar gehaald in een live commentaries. Jongens. Dit zijn best wel leuke live commentaries volgens mij om naar te kijken. Omdat ik de hele tijd die swarm haal. Gaat ook best wel veel om. Ik heb open weer mijn team. Alleen ik praat nooit zoveel in live commentaries op de computer. Omdat het zo snel allemaal gaat. Je moet zo goed opletten. En meestal ben ik dus ook wat rustiger op het moment dat ik live commentaries op de PC opneem. Maar misschien vinden jullie dat wel leuk. Misschien vinden jullie het leuk dat ik een keertje wat minder praat in mijn live commentaries. Meestal lul ik echt gewoon 100% lang door. Het hele commentaar lang door. Maar als ik op de PC speel, dan word ik altijd wat rustiger in zo'n spel. Meestal word ik namelijk op de PlayStation en op de Xbox echt gewoon kei hyper en denk van killen. Maar op de computer gaat het eigenlijk gewoon automatisch om mensen te killen. Het gaat allemaal zo snel, het draait allemaal zo snel en je hoeft dus eigenlijk ook niet druk te worden om kills te maken. Je kan gewoon heel rustig lopen, je kan gewoon heel rustig eventjes kijken waar de enemy zit. Je kan heel rustig eventjes zoeken naar de enemy en dan gewoon een mooie score halen. En dat kan op de PlayStation niet, want daar moet je echt gewoon bikkelen om bijvoorbeeld de swarm te halen. Omdat je niet zoveel actie hebt in bijvoorbeeld normale kill confirmed. Je moet echt gewoon de actie gaan opzoeken en op de computer krijg je die actie vanzelf wel. En nu ben ik alsnog over een onderwerp aan het praten, terwijl ik dat eigenlijk niet zou gaan doen in de commentary. Maar dan maak ik verder niet uit, als mijn swarm even wat meer kills maakt, dan weet ik ook waar ze spannen. Oh, scheef Jan.
Je aim is weer lekker goed, Jan. Dat is ook mijn laatste potje van de dag, want het is op het moment alweer 11 uur. En mijn aim die gaat dus echt gewoon steeds slechter, omdat het alweer laat wordt. Word ik moe en dan gaat mijn aim gewoon te slecht om nog een goed game te halen. Dus het is mijn laatste live commentary. Misschien doe ik morgen wel weer een live commentary. Als deze video weer 500 duimpjes omhoog krijgt, dan gaan we gewoon nog een live commentary doen. Want ik vind het leuk wel om deze live commentary te doen. Vooral omdat ik deed het zwarm haal. Op het moment dat ik nou slecht ging, dan dacht ik ook van, nou, laat die live commentary ook maar zitten hoor. Ik ga toch deed het slecht. We gaan heel veel campen, want ik weet niet meer waar ze zitten. Kijk, daar komt er dus eentje aanlopen. Maar ik weet echt gewoon niet meer waar ze zijn. Even rustig lopen nu. Ik denk dat ze hier namelijk staan. Even rustig, rustig, rustig. Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Ik wist dat ze hier ergens stonden. Kut, 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 kut. Gewoon doorrennen, Jan. Omsingel ze. Ah-oh, nu hebben ze UAV. Nu weten ze waar ik sta. Ah-oh. Gewoon doorlopen. Fuck it. Ik ben gewoon een rondje gelopen en gewoon die enemy ontweken. Oh, nee. Hij komt weer. Oh, Bowser, ik ben hier nog erbij. Zo. Hij kwam alsnog achter me aan. Hij heeft gewoon het rondje ook gelopen. En hij kwam alsnog achter me aan. Even hier in het midden blijven, want ze hebben UAV. Dus ze weten waar ik zit. Dan komen ze als het goed is hier zo meteen naar boven. Dat durf ik eigenlijk wel te wedden dat ze hier naar boven komen. Sukkel, je had een UAV. Waarom kijk je nou niet op je UAV? Oké, we hebben weer een Blackbird. Kijken of we nog een keer swarm kunnen halen. Dat zou echt epic zijn. En dan hebben we twee keer in een live komt er achter elkaar een dubbel swarm gehaald. Dat zou echt gewoon te epic zijn eigenlijk. Het zal best wel te mooi voor woorden zijn, maar we kunnen het altijd proberen. We hebben alweer bijna onze docks. Hier staat iemand te campen als de mannen. Blijf je er campen of ga je er weg? Blijf je er campen? Ja, dankjewel voor de kill. We hebben alweer nieuwe docks. Die vent. Oh shit. Geef me je wapen, dankjewel. Die vent staat hier achter te campen. Roepen we even onze docks in. Hij staat hier achter te campen. Is die dood? Is die dood? Jongens, is die dood of niet? Ja, hij is dood. Oké, laat me die dogtackle pakken. Ja, en nog een keer een swarm. Jongens, twee keer achter elkaar een dubbel swarm gaat. En we gaan volgens mij meteen dood. Nee, dat gaan we niet. Oh ja, we gaan wel. Twee keer achter elkaar een dubbel swarm gaat. Twee keer op dezelfde map. Twee keer met dezelfde class. Twee keer in een andere room. We zijn niet in dezelfde room gebleven. Namelijk, we spelen tegen hele nieuwe enemies. En het is gewoon epic. Het zijn twee epic live commentaries. Mocht je nou alle twee willen zien, zal ik op alle twee de video's ook wel even een annotatie plakken. En dit zijn echt gewoon twee epic games, jongens. 37-4. Twee keer de swarm gehaald. Nu killt de swarm nou niet echt enorm veel. Doordat het gewoon normale kill confirmed is. Mocht het nou gewoon ground war zijn geweest, dan kon ik wel wat meer kills krijgen. Ik kill mezelf ook nog eens met mijn eigen swarm. Dat doe ik altijd als ik een swarm inroep. En ik heb ook pas net de swarm unlocked. Volgens mij ben ik nu. Ja, ik ben level 55. Ik kan denk ik prestige doen. En ik heb nu twee games gespeeld. En ik heb twee games alleen de swarm aangehad. En ik heb het vier keer gehaald. Dat is best wel, denk ik, een nieuw record voor mij. Want ik haal meestal nooit zo vaak de swarm. En ik heb het eigenlijk ook nooit zo vaak aanstaan. Omdat ik gewoon eigenlijk te overpowered vind. Je loopt nu gewoon een beetje rond eigenlijk. En je maakt automatisch kills. Ik vind het aan de ene kant best wel zielig dat die kills ik zo overpowered is. Maar aan de andere kant vind ik echt gewoon weer enorm chill dat die kills ik zo overpowered is. Omdat je echt gewoon B-scores kan halen op het moment dat je swarm haalt. Je swarm maakt kills, je krijgt automatisch punten erbij. Je haalt nog een swarm, je haalt nog een swarm, je haalt nog een swarm. Het gaat zomaar door, want nu heb ik alweer bijna een nieuwe Blackbird. Dus het gaat gewoon zo aan één stuk door. Dat vind ik leuk aan de swarm, dat vind ik leuk aan de docks, dat vind ik leuk aan de Blackbird. Dat je gewoon de hele tijd die punten erbij krijgt, mijn dogtag. En daarom heb ik die killstreaks meestal ook gewoon aanstaan. Ik heb ze niet aanstaan om gewoon die kills te krijgen, maar omdat dan gewoon de hele tijd je chain kan doorlopen, zoals ze dat mooi noemen in het Engels. Hier staat een campertje. Hoi campertje met je AM94. Oh, hij killt me nog bijna ook. Misschien kan ik nog wel een swarm halen. Als ik nu even rustig ga spelen, wacht. We gaan het gewoon proberen. Fuck it. Ik dacht nu gaan we het proberen hoor. We gaan nog een swarm proberen te halen. Maar nee hoor. Toen kwamen ze opeens met z'n drie om af. Nou ja, maakt niet uit. We hebben weer een dubbel swarm gehad. Ik vind het wel goed. Die triple swarm, dat hebben we helemaal niet nodig. Iemand anders in ons team heeft nu ook nog eens een swarm. Dus dat zijn alsnog weer drie swarms in één game. Vorige game was het ook dat mijn teammaat ook nog eens een keer swarm. Want dus dat zijn twee keer achter elkaar drie swarms in een live commentaar. Dat is nog epicer. Gaat echt beestje op de computer. Ik moet vaker op de computer gaan gamen. Jongens, eindscore is 56-5. 56-6, sorry. 32 confirms. Kunnen we. Wow. Niet doorheen schreeuwen. Ik word afgeleid, hij schreeuwt er doorheen. Het is al heel laat, daarom was het live commentaar ook niet meer zo intensief als normaal gesproken is. Ik heb de final kill come. Jongens, als we weer 500 duimpjes omhoog op deze video kunnen halen, ben ik weer heel erg blij. Krijgen jullie weer een nieuw live commentaar op de computer, op de PlayStation. Laat me het weten. En bedankt voor het kijken, jongens, naar dit nieuwe live commentaar. En tot de volgende keer. Bye bye.